de personenauto is donderdagmiddag op de Sint-Canisius-singel in Nijmegen over de kop geslagen. Hulpdiensten zijn uitgerukt om bij het ongeval te assisteren. Twee oudere inzittenden raakten gewond. Een man kon zelf naar de ambulance lopen. Er kwamen verschillende brandweer, politie en ambulancevoertuigen naar de plaats van het ongeval op het Keizer Trajanusplein. De oorzaak is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde op het Canisius-singel richting centrum net na het Keizer Trajanusplein. Daardoor is een flinke file ontstaan. Verkeer vanaf station Lent werd via de matrixborden langs de weg naar de nieuwe stadsbrug de oversteek doorverwezen.